zei ik, joh, je moet nu met me mee, want ik moet gaan. Ging ik een rondje lopen, ging ik zo naar boven. Woep. Soms heb je ook niet helemaal door dat je ghost hebt, want bijvoorbeeld ik ben echt heel slecht in WhatsApp. Ik heb wel eens gezegd van, het ligt niet aan jou. Dat dan, betekent dan gewoon, he's not so into you. Kijk, bij mannen en vrouwen is het vaak zo dat de man betaalt natuurlijk als eerst. Op een eerste date. Bij ons is dat een beetje onduidelijk. Dus een keer had een jongen mij op date meegevraagd. En die ging helemaal oesters en champagne bestellen. We waren bij Parnasse in Amsterdam. Was allemaal leuk en aardig. Was hartstikke best wel gezellig. En hij maar bestellen en bestellen en bestellen. En dat maakt helemaal niet uit. Maar mijn vriendinnen hadden gezegd, omdat ik altijd betaal, je moet een keer die splitkaart opgooien. Dus ik dacht, nou, ik ga het gewoon een keer doen, weet je wel. Ik vond dat al ongemakkelijk. En toen zei hij gewoon tegen mij, ik heb geen geld meegenomen. What you say? Nou ja, ik heb wel eens dus gehad dat ik, ik zei tegen een vriend van mij, joh, bel me even op. En die belde me op. Zeg ik, joh, oh ja, je moet er nu aankomen. Ja. En dan zei ik, joh, je moet nu met me mee, want ik moet gaan. Ging ik een rondje lopen, ging ik zo naar boven. Woep. Oh. Ja. Ik heb een meeting en ik loop langs het treinstation. Loop je mee? Eigenlijk als ik iemand al ontmoet, dan merk ik al best wel snel van, gaat deze mij energie geven of gaat het mij energie trekken op de lange termijn? En dan kan ik het vrij snel afkappen. Ja, daar ben ik wel selectief in. Ga dan niet oesters en champagne en zo allemaal bestellen als je gewoon... Ja, dan blijf ik gewoon zitten, man. Dan gaan we gewoon wat regelen. Nee, ik heb gewoon betaald. Ik vond het te ongemakkelijk. Ik dacht, ik moet weg hier. Hij vond me helemaal leuk en had mij nog wel gezien. Ik hoop je snel te zien. Toen zei ik, nou, ik denk het niet. Ja. Ja, toen dacht ik nee. Maar ik heb hem laatst ook gehad trouwens. Ik vond het eigenlijk heel grappig. Dat zit ook bij mij. Naar het treinstation. Nou, dan ben je gewoon geseponeerd. Nou ja, zeg maar, zij deden dus precies hetzelfde dingetje wat ik ook altijd bij iemand anders doe. Bij jou? En ik vond het hartstikke grappig. Ja, ik ging eigenlijk alleen maar om lachen. Ik dacht, ja, ik blijf gewoon lekker liggen, wat denk je? Dus ik bleef gewoon liggen totdat ze de hond uit ging laten. Zei ze, nou, nu moet je weg. Ja, ik ga. Ja. Dat is wel grappig. Ja, ik heb wel eens gehad. Nee, ik heb nog nooit iemand met wie ik heb gedate afgewezen. Ik heb nu 470 vriendinnen. Ja. Ik vind wel gewoon dat je zoiets wel altijd in het echt moet doen of zo. Ja, app je dat... Oh nee, dan niet per se. Maar dan ghost je gewoon toch? Dan ga je toch gewoon lijkt niks meer horen of? Oh nee man, nee. Ik ben wel een guy die dan wel een bericht stuurt van hey schat, ik vond het super leuk, maar ja, het klikt toch gewoon niet. En ik vind het wel leuk om nog een keer... werken. Nog een keer te zien of zo, weet je wel. Maar niet, nee, ik ga dan niet in één keer ghost of zo. Dat vind ik een beetje, ja, ik weet niet. Ik vind je heel leuk en zo, alleen ik voel het gewoon niet, weet je wel. Niet, ik vind het leuk om gewoon, het is gezellig. Het is super gezellig. Maar als ik het niet meer voel dan... En je merkt wel een beetje, als je gaat appen en zo, dan voel je die energie niet meer. Ja, en zij noemen het dan ghosten, maar wij noemen het gewoon, je voelt de energie niet meer. Precies. Je bedoelt de energie om haar te appen. Ja, en dat noemen zij dan ghosten. Ik heb niet echt mensen afgewezen of zo. Ik word wel vaak afgewezen, maar niet andersom. Ja, maar je hebt dus nooit iemand geditcht gewoon. Nee, maar ik denk dat het dan van beide kanten wel voelen, dus dan is het gewoon... Ja, oké. Weet je, wat mij... goed gebruikte excuus altijd was van ja, toch nog gevoelens voor mijn ex. Ja. Dat hoor ik altijd. Oh, dit hoor je altijd. Ja, dat betekent dan gewoon, he's not so into you. Hey, dat snap ik. Ik heb wel eens gezegd van, het ligt niet aan jou, maar meestal was het dan ook gewoon, omdat ik dan zelf gewoon nog met bepaalde dingen in mijn hoofd zat waar ik eerst nog even een plaats moest geven. En dan eigenlijk achteraf dan toch iets te snel weer in wat nieuws ben gedoken. Het is dan wel zo, het ligt echt niet aan diegene, maar het ligt dan echt aan mezelf, dat ik gewoon te snel ben gegaan. Dat is heel goed dat je dat vraagt, want dat denken vrouwen heel vaak. Dat heb ik nu ook een paar keer. Ik heb nu ook een meisje die berichtte mij. Het was echt een leuke meid. Ik zeg, sorry, weet je, ik kom gewoon niet aan de berichten toe. En ik wil het nu liever gewoon eerlijk zeggen, in plaats van een heel gesprek en dat ik dan een paar dagen niet reageer. Ja, als ik niet leuk genoeg ben om te reageren, laat het maar weten hoor. Maar dan denk ik, ja, maar ik ben al heel eerlijk naar je toe. Ik zou je niet overliegen. Anders zeg ik gewoon van, ja, ik ben niet geïnteresseerd in je of wat dan ook. Nee, ik zeg het gewoon letterlijk, ik heb nu geen tijd ervoor. Het past nu niet in mijn leven. Nou. Excuus. Kijk even naar hem, natuurlijk niet. Ja, zeker. Ik ben zeker wel eens afgewezen. Wat? Nee, jij wel. Te heftig. Ja, te intens. Ja, te druk. Mijn moeder vindt je rotzak. Pas niet in een vriendengroep. Ja, pas in een vriendengroep. Ja, onlangs nog in een televisieshow. Hey, denk maar aan. Voelde ook eerlijk gezegd niet echt als een afwijzing. Nee, DJ's gaan altijd vreemd. Ik kan het niet aan dat mijn man meer schoenen heeft dan ik. Hoor. Toch wel wat ouder. Ja, toch wat ouder. Chlamydia. Och. Nee, nog nooit. Bijvoorbeeld in een club of zo, dat ik dan aan het dansen was en dat ik dan met een meisje wilde dansen. Ik wil eventjes lekker dansen. Of dat ik zei van, hé, hey, wil je wat drinken of zoiets, weet je wel, dat wel. Of dat ik inderdaad een meisje op date vroeg en dat ze dan niks zei, weet je wel, dat wel. Dat heb ik wel eens gehad, man. Zeker.
onlangs gehad. En dat deed wel echt gewoon pijn. Dus dat een meisje had ik een tijdje ging ik heel fijn mee om. En toen een tijdje waren we even gesplit. En toen begonnen we elkaar weer een beetje te zien. Want we waren ook altijd wat verder. En toen zei ze best wel snel van, ja, weet je, ik heb eigenlijk een heel leuk ander iemand ontmoet. Dat kwam zo hard binnen bij mij dat ik dacht van, wow. Nu voel ik me wel eigenlijk wel gewoon afgewezen. Je gaat voor een andere gozer. Ik ben echt vaak geghost ook, zeg maar, dat ze gewoon niks meer lieten horen. Ik ben ook iemand die, zeg maar, na twee keer dan ook klaar is, weet je wel. Dan denk ik, ja, oké, geen appje meer, dag. Ja, ja, ja. Het moet van twee kanten komen, ja. Gewoon, ja, precies. Ik denk voornamelijk ik vroeger meer. Dan ook in één keer, dan draait in één keer 180 graden en dan denk ik van, oké, ik zie je niet meer staan. Ja, oké, maar volgens mij hadden we best leuk samen, zo, weet je wel. Dus wat gebeurt hier in één keer? Nee, dat heb ik nooit gedaan. Dat vind ik echt zo zwaar onrespectvol. Nee, ik ook niet. Ghost je alleen? Ja, ghost. Ja, sorry meiden, ja. Het is ook de gemakzucht van de man. Ik heb één keer wel gezegd tegen iemand dat ik naar het buitenland ging voor een tijdje. En dat ging ik niet. Nee. Maar zij was echt een beetje loka. Hij was, en ik had al een paar keer aangegeven, het ging maar door. En ook gewoon... Ik ben de laatste tijd wel echt heel eerlijk geweest. Dat ik zeg van, joh, ja, ik voel me gewoon niet. Maar ik zeg het ook in het begin van, joh, je moet niet te veel van me verwachten, want ik heb niets in een relatie. Uiteindelijk was ik wel een beetje verliefd. En dan zeg ik, ja, hè. Oh. Ja, tot je zo. Kijk, ik ghost ook wel mensen, maar dan niet mensen die ik echt graag wil zien. Ja, maar jij zegt soms ook zeg maar acht keer op een dag dat je gaat bellen en dan bel je ook pas vier dagen later. Ja, oké, maar dat ben jij. Snap je wat ik bedoel? Kijk, als ik echt een meisje leuk vind, dan zal ik haar niet vier dagen laten wachten om een soort van een berichtje te sturen. En dat heb ik dus ook met een meisje bij mij. Ja, als een meisje mij een week laat wachten terwijl ze mij helemaal geweldig vindt, ja, dat klopt natuurlijk niet. Nee. Ja, niet meer ghosten. Nee, ik beloof je, ja. Plechtig, ik zal nooit meer komen. Doet ook nooit meer. Ja. Ik heb wel, meestal wel, dat als ze me ghosten, dan is het wel bijvoorbeeld een week daarna of twee weken daarna, dan sturen ze me wel weer een bericht. Maar dan ben ik ook niet een guy die dan in één keer wel gaat reageren of zo. Het is gewoon graag of niet en ik wil gewoon een leuke tijd. En als je dat niet wil, ja, dan jammer voor jou. Maar ja, soms heb je ook niet helemaal door dat je ghost hebt. Want bijvoorbeeld, ik ben echt heel slecht in WhatsApp. Ja, zelfs bij mijn beste vrienden dat ik gewoon denk, oh, een week daarna, oh shit, ik heb nog helemaal niet gereageerd. Ja, joh. Ja. Vrouwen zijn net zo erg, hoor. Echt, jullie doen alsof mannen het al alleen maar doen, maar vrouwen doen net zo hard ermee. Ja, ik ben ook wel regelmatig wel eens geghost. Ja. 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 Ja, dit is ook helemaal niet leuk. Het is echt helemaal niet leuk. Nee. Ik ben er heel verdrietig van.